Waar ben ik in vredesnaam? In het huisje. Je hebt je mooie hoed weer op. Yes. Good for you. We hebben een lijstje. Ja, we hebben een lijstje. Doe jij dat die eerste paar dingen eens oplezen? Want dan ga ik voor mezelf even een houten pickaxe en een houten zwaard fixen. Oké. Okay. Nou, het leek ons wel handig om te beginnen met twee bedjes maken. Zodat als we doodgaan, en dat gebeurt nog wel regelmatig, dat we ook gewoon weer in dit huis wakker worden. En niet dat we weer aan het begin staan. En het volgende plan is om dan ook een goed huis te maken. Want we zitten nu zo'n beetje half in een rots. Met een soort minimalistische rotstuin aan de voorkant. Dankzij regelmatige bezoekjes van de familie Piel. En we willen een SOS-beacon maken. Dat hebben we zien staan bij de Easy Challenges. Yep. En wij denken dat we dat wel kunnen. Oh, ik krijg dingen van jou. Ik heb een bed gemaakt. Oh, nee. Heb ik een bed? Ja, jij was lekker bezig. Ik heb alleen maar wol. En dus je hebt 3 hout nodig en wol. Ja. Voor een, wat is nou een goede plek voor een bed, joh? Even kijken. 3 hout. Er komt er weer een binnen. Hoeveel wol dan? Hop. Oh ja. Oh ja. Yeah. Heb jij al een bed? Nee. Dat zeg ik toch net tegen. Ik heb al een bed. Oh. Ik moet hem alleen nog even een plekje verbinden. Potverdikke me, dat is een moeilijke dat je denkt. Ik denk dat ik hem lekker bij de deur ga plaatsen, want ik vind het alweer veel te veel werk. Kan dit dan weg? Als ik dit open maak. Oh, kijk eens. Perfect. Ah, yes. Nou, wat doe je nou? Ik maak er een pleurenzooi van. Ja? Hè? Nou, onze glazen wand naast de deur is nu... Nee, dat komt goed. Kijk, ik knal er zo'n lelijk ding. Hop. Hop. En dan zeg ik... wat zeg ik dan? Hallo? Plaats je nou een bed? Ja, dat weet ik niet. Dus ik... Oh! Hoe doe je dat? Rechte muisknop, maar dat ging niet zo goed. Nou, dat doe ik ook en hij doet niks bij mij. Nee, bij mij doet hij ook niks. Hè? Waarom is dit? Oh! Heb je hem? Ja, recht voor de deur. Oh. Nou, ik weet niet wat ik nou... Mag hij niet tegen de muur aan staan of zo? Is dat het? Oh. Is ons huis echt gewoon fucking klein? Nou. Hij staat nu voor mij, staat nu bij de muur. En doet hij het? Ja, ineens. You can only sleep at night. Oh, meen dat nou? Is het nou opeens dag? Nou, ik merk het niet door die hele fijne regen. Anyway. Mijn bed staat kut. Kan ik dat nog? Oh, kijk eens. Nou. Cozy, hè? Fantastisch. Oké, wat was het volgende? Want ik heb eigenlijk niet geluisterd. Ah, dat is fijn. Nou, oké. Dus bedjes, check. een goed huis. Ja. Volgende. Een SOS beacon. Nou. Daar hebben we... Jij, geef mij die 64.000, 100.000, 40 torches. Echt niet blij dat je zoveel torches hebt. Nou, wees er blij om, jongen. Ja, hebben. Heb je het? Ja. Oh, nee, dat was heel slim. Lijkt wel weer. Oh, creeper. Wauw. Waar kwam die nou weer vandaan? Oh ja, ik zie je zandkasteel die je net bewezen bouwen. Ja, dat is even proberen, Sotje. Lastig, hè? Een dak maken met zand. Ja, daar kwam ik dus nu laatst achter. Motherfucker. Ik ben blij dat het bed niet deed, want dan spawn ik dus alsnog hier. Ah. Lekkere kutzooi. Wat ben je aan het doen? Ik wacht op jou. En ondertussen denk ik, nou, ik maak even wat glazen raampjes. Because that's what we need. Ja. Nou, hier staan een paar gasten weg te fikken. Au. Oh. Poeh, dat scheelde weinig. Er blijft echt serieus geen eiland over. Echt niet. Kijk nou. En dan zit die Janmaat hier. Kan ik blokjes op jou... Oeh. Dat waren weer een paar hartjes. Zo, anyway. Oeh, ik heb wel graszaadjes. Ik weet niet hoe ik daarom kom. Ja, is leuk dat hij komt eruit. Ik hoor spinnen, maar die laat ik me rust. Ja, die laat ik me rust. Au. Serieus ook wat dingen dicht gaan doen, hoor. Zo. Een SOS beacon, dat was mijn taak. En wat was de volgende daarna? Salvage the broken wing from the reef. Dus dat zal de vleugel zijn van het vliegtuig. Maar ja, waar is die? From the reef. The reef. Salvage the broken wing from the reef. Ik zit te zoeken naar een goed vlak stuk. Ik denk dat ik dat op dat eilandje ga doen. Oh, kijk eens, hier zo. Dit is een prima plek. Dit is een prima plek. Oké. Okay. Mm.
Ik heb het idee dat ik het te groot maak. Hoe kan je dat nou? Hallo? Ben ik nou echt zo mogol dat ik de hele tijd naast zat te meppen? Wat een debiel. Ik zie er geen S in. Heb ik zand? Nou, dit is nog moeilijker dan ik dacht. Oh, ik kijk weer naar beneden. Zo. Want, waar loop je tegenaan? Nou, aan mijn eigen lompheid, voornamelijk. Ah, ja, dat is dus vaak het grootste probleem met ons. Ja. Is dit nou een hele grote O ten opzichte van die S? Ja, dat is een hele grote O ten opzichte van die S. Auw. Ja, in mijn hoofd had ik het al af, zeg maar. Ja, dat is meestal zo. Ja, ja, rub it in. Zo dan? Dan moet jij weg. Is dit een O? Je zou het ook van hoogte moeten zien, hè? Hmm. Zo. Plop, plop, plop. Plop, plop, plop. Pff, SOS beacon. Fucking hell. Zo. Zo, 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 zo. Zo, zo, zo. En zo. Nou, ook even kijken of dat het een beetje een... Ja! Die boom staat ervoor. Maar verder, boom staat ervoor. Tools wil ik ook hebben. Ik wil veel tools. Dus ik wil, heel veel steen. Ben je toevallig met steen bezig? Nee, op dit moment niet. Ja. Wat ben je dan aan het doen? Nou, daar hebben lichtelijk een waterval ineens vlakbij de deur. Ja. Denk ik door een van de laatste ontploffingen, want ik zie allemaal attributen van jou nog in het water liggen. Dus die pak ik ook nog maar even op, dacht ik zo. Attributen? Attributen? Ja, zag ik dat niet goed? Ja, weet ik niet. Lijkt wel dat ik een kunstbeen en een glazen oog inleg. Ah. Oh, ik kan er niet bij. Zo. Boompje, 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 boompje. En het laatste plukje. Zo, dan kunnen ze ons... Dan kunnen ze ons signaal zien. Want dit is echt. Oh, soms denk ik wel, ben ik godsnaam mee bezig. Ach, goed. Bij gebrek aan beter. Zo, SOS. Ja, signal is klaar. Hey. Ga je dat nou echt serieus afvinken op je papiertje? Ja, ja, tuurlijk. Nice, want anders, ontkennende, dan zitten wij straks 10 van die SOS-signalen te maken. Oké. Nou, wat we er bijvoorbeeld ook op hadden staan was een hengel maken. Dat hebben we nog helemaal niet een gedaan. Een hengel maken? Ja, dat kan ik doen. Kokosnoten zoeken. Zit niet zo op de tafel te slaan, dat is helemaal weinig. Fuck. Een beetje als een of andere... Mogochem, ja. Mogochem om op dat ding te timmeren. Wat ben ik aan het doen? Wat zei ik nou? Een hengel. Ik heb geen string. Zo, Wat is er? Ja, ik heb een hele korte... Een hele, hele korte termijn geheugen. Ja, zoom me. Fucking zoom me. String, string. Ja hoor, een hengel. Wil je ook een hengel? Ja, ik wil ook wel dat vissen proberen. Kijk hè. Ja man. Gaan er worden hoor, dat vissen. Kijk eens, wat ja? Je? Ik denk wel dat dat ons ding is. Plop. Heb ik... Zit hier nog hout in? Nee. Oh ja, hey. Kijk hè. Nou, we gaan straks even onze hengel uitwerpen. Ik pak even een houten pickaxe. En een houten zwaard. Dat ook weer helemaal klaar. Jezus, Mina. Dat zeg ik nou wel, maar... Ik heb het al een klein beetje verbeterd. Wat heb je? Hier, onze voortuin. Ja, het is een klerenzooi. Het is echt een grote klerenbende. Maar, ik heb... 10 dirt en sand. Misschien kan ik het een en ander nog wel volgooien hier met zand. Zo. 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 Worden die gasten ook niet aangetrokken door de, weet ik veel, grot of zo? Die gasten? Welke gasten? Nou, creepers of oh, fuck. Andere... Die worden door ons aangetrokken. Oh. Aan ons aangetrokken, naar ons aangetrokken. Zover ik weet. Wat was ik aan het doen? Ik was... zo, mijn hoofd, man. Het is ook vrijdagavond. Ik kan echt... van mij moet niet zoveel meer verwachten. Ik wil een aantal stenen shit dingen maken. Stenen shit dingen? Ja. Oké. En sowieso, als je wat hout tegenkomt... Of een boom of zo... Schroom niet. Hak hem maar om. Oké, maar ik wilde eigenlijk mijn hengel even uitproberen. Kan ik ja, dat mag je ook gaan doen. Ik ben wel even... Oh ja, nu heb ik iets uitgegooid. Oké, en nu? Ga je dat echt serieus aan mij vragen? Ja, want ik zie dus een dobber. Dobber. Dobber, dobber. Dobber. Weet je, ik begrijp vissen in normaal gesproken al niet. Laat staan in Minecraft. Misschien ben ik mijn dobber nu al kwijt. Nou ja,
pak hem weer op. Klinkt echt ontzettend boeiend. Weer niks. Oh, zo. Ik heb hem wel goed gevangen. Misschien moet je gewoon... Kan je ook vissen vanuit een bootje? Kan je vissen vanuit een bootje? Ik denk het... Niet? Oh. Jezus, weet ik veel. Ik denk het gewoon niet. Nou, Ik heb wat stenen... shite in de... shite gedaan. Stenen shite. Ja, hoe noem je dat nou? Tools. Ik heb het toch gezegd, het is vrijdag. What the fuck, man. Waar is mijn hengel? Ik wil ook hengelen. Ja, maar nog niet zes. Gezien. Oh. Nee, is het gefuck? Ah ja, het is donker. Ik weet al wat... Hop! Kijk eens! Heb je al wat? Ja, ik heb een haai. Nee, ik heb een flikker. Moet ik nou echt serieus wachten? Oh, ja, vis! Nee, niet. Jij bent echt een lucky bastard, hoor. Lucky bastard? Nee, joh. Logica. Logica. Je moet wachten tot die dobber naar beneden... Dat snap je toch wel? Dobber naar beneden, nou, dan moet je weer rechts klikken. Nou, voor mij gaat helemaal niks naar beneden, hè? Nou, ja. Er zijn heel veel evenementen in het spel waar er van alles naar beneden gaat. Er gaat ook hier helemaal niks van omhoog, hoor. Nou, ga naar beneden dan. Zo, dit is echt boeiend om naar te kijken, denk ik. Ik denk echt dat ze nou aan de buis gekluisterd zitten. Ja. Oeh. Ja. Nou ja, goed. Gaat hij naar wat beneden, dat betreft is het wel een goede weergave van hoe vissen aanvoelt. Ja, ja, dit... De hele ervaring. Klopt, dit klopt in... Oh, damn it, ik was te laat. Zie je? Dus, begrijp, is het toch eigenlijk wel reuze spannend zo? Ja, het is historisch, hoor. Ja. Heb je al kool gevonden, trouwens? Dat was ook zoiets wat een tekort... waar we tekort aan hadden. Ik ben gewoon te bang om met mijn ogen te knipperen. Ik zit hier nou met gordroge ogen naar mijn laptopscherm te kijken. Oh, hij... Dat vissen voor zoveel spanning kan zorgen. Ja, als je nooit durft dromen. Ik denk dat ze ook zo gewoon zo'n kutklapstoeltje neerzet. Voor het gevoel. Tentje erbij. Yep. Hop, weer een vis. Ik heb twee vissen. Meen je dat nou echt? Ja, ik heb twee vissen. Ik ga ze naar je brengen als een echte man. Here, I have fish. I brought us food. I'm a man. Hier, kijk, vis. Nou, ik zie je niet. Waar dan? Oh, daar. Ja. Vissie. En die moet je koken. Niet dat we kool hebben om... We hebben wel kool. Hoppa. Zo hebben we eindelijk vreten. Oh yeah. Moet ik nog meer vissen dan? Ja. Be a dude. Ik heb net ook wat opgeschreven van die quest, hè? Ja, ja. Even kijken, want we zijn net even in die hal geweest. Er is een quest. The Phoenix Cave. They say that Castaway Island was once home to a magnificent phoenix. Rumors say Phoenix hid armor made from his golden feathers under a beach on Castaway Island. Ik kon heel even mijn eigen handschrift niet lezen. Nou ja, het is nee, serieus, het laatste woord. Ik bedacht me op het laatst van, oh, dat zal vast wel Castaway... Maar er staat Gaston Island. Ja, ik geloof je, want ik ken je handschrift, dus ja. Under a beach on Gaston Island. Oh, sorry. Goed, dat is ook Gaston. Ja. Delicious fish. Ik heb vis, maar ook vis. Cooked vis. Kijk, vis. Oh. Nom, 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 nom. Ja. Ik heb eigenlijk helemaal geen honger. Ik had overgebutten. Wordt het opeens donker. Heb je nou twee vakantjes boven het bed gedaan? Oh, wacht, slapen. Bed. Dan ja, wordt dit onze spawn. Ik dacht, laat ik wat nuttigs doen. Kom naar bed. Oké. Okay. Dan wordt het namelijk onze spawn. Ja, ik was... Oké. Okay. En dan wordt het weer dag. Nou, eindelijk. Hop. What a wonderful day. Bright and early. Volgens mij word ik bijna jou, hoor. Kijk, ze is fikken. Geweldig. Kom je daar nog naar me toe ook? Stumpen? Wegwezen, joh. Oh, je had het niet tegen mij. Ik kreeg het heel vaak een beetje... Beledigd? Ja, een beetje beledigd mee. Dus, wat wilde ik doen? Ik oh, een schep maken. Dat is wel slim. Heb ik nog genoeg voor een shovel? Want dan kunnen we heel die beach ompoten. Ja. Shit, ik heb net te weinig hout voor een... Shit. Ik heb echt net te weinig hout. Ik moet één blokje hout hebben. Oh, wat een zeik is dat, joh. Gelukkig heb ik daar een boom die ik nooit heb afgemaakt. Kan ik net bij. Jep. En dan ga ik heel die fucking beach omploegen. Of wil je ook een schep? Nou graag, dan heb ik ook wat te doen. Of ik ga wat... Heb ik al vier sticks genoeg? Tuurlijk heb ik al vier sticks genoeg. Ik was even vergeten hoe je schep maakte. Kijk eens. Ik heb een schep. Jij wil een schep? Ja, yes please. Wat heb je opgeschreven? Niks, ik heb gewoon even onze hengels afgestreept. Echt waar? Ja, dat vind ik leuk. Oké. Okay. Ik heb wat met to-do-listjes en afstrepen. Dan krijg, heb ik een heel erg lekker gevoel. Krijg ik ervan. Even kijken hoor. Het zal toch niet onder de SO... Oeh, what the hell? Zat dit gat altijd hier? Niet. Kijk eens, zie jij hier ook een gat? Ik schrik me uit Lazarus. Hiervoor, waar ik voor staat. Zie jij ook dat gat of niet?
Nee, maar ik moest links voor kijken. Er staat gewoon een hele shitload aan. Zie je dit? Oh. Apper. Dat is die SOS shit, man. Lekker een simpele. Nee, dit gat. Dat gat zie jij niet? Ik zag het gat. Ja, sorry. Ik ben even onder de indruk van mijn eigen... Is het een koe? Meen dat nou? Hé, maar ben je nou serieus dat we dit gat nog niet eerder hebben gezien? Nee. Ik niet. Het is wel een beetje eng. Ik heb hier verdomme een SOS-beacon gemaakt. Ja, dat is wel heel ernstig. Ik voel me een partij in stumpen, zeg. Ja, dan denk ik dat er een gat maar in moet gaan, hè? Ja, hoe? Moet kijken hoe diep het is. Ik denk... Ik zie water. Ja, nou... Ik zie water. Waar je in springen. Hé, maar hoeveel spullen heb ik? Zoveel spullen heb ik niet. Hierzo, jij mag even mijn spullen... Oh. Wat doe je? Nou, ik dacht, we gaan een trapje bouwen naar beneden. Ja, ik heb geen geduld, man, gezegd. Ja. Hup, ik zie water, dus ik ga ervoor. Ja, heb je spullen? Ik heb spullen. Joep. Mooi. Hit the ground too hard, ben je dood? Ja, nee, het is maar een heel dun laagje water.